Vlak nadat Ellen ten Damme in april onthulde dat er 8 jaar geleden iets grensoverschrijdend is gebeurd tijdens de opnames van Ali B en de muziekkaravaan, werd er ook een gerucht gelanceerd over Iris Hond. De pianiste was destijds ook te gast in dat programma en is volgens Yvonne Koldewijer eveneens intiem geweest met Ali. In haar geval vrijwillig. De manager van Iris wilde dat in mei bevestigen nog ontkennen, maar imagodeskundige Zabet van Veen wist het zeker, Iris heeft gewoon heerlijk genoten van het avontuurtje met Ali. Ik denk dat Iris niet zo bezig is met haar eigen imago, ze heeft haar keuzes gemaakt op basis van haar eigen behoeftes. Het enige vervelende voor Iris is wel dat ze tegenwoordig vooral bekend is als BN'er minnares in plaats van pianiste. Iris zal ermee te maken krijgen, dat sommigen het tijdens een optreden van haar niet los kunnen koppelen dat ze wilde avontuurtjes heeft beleefd, aldus Zabet. Iris reageert nu voor het eerst zelf op de geruchten over een avontuurtje met Ali. Ook daarover heb ik gezegd wat ik wil zeggen. Ik was even een keer in een programma van Ali B, en toen heb ik hem de helft van de tijd niet eens gezien, zegt ze in gesprek met het Parool. Het is duidelijk dat Iris het kennelijk niet kan ontkennen. Ze blijft op de vlakte, ik wil daar niet te veel op ingaan, want alles wat ik zeg, kan weer worden omgevormd tot iets wat niet klopt. Het is voor Iris niet prettig dat er zoveel over haar geschreven wordt. Wat ik heb ervaren is dat er veel wordt gezegd en ingevuld en geschreven, waar helemaal niets van waar is. Ze besluit, ik zie het niet als iets vrouwenvriendelijks, maar het heeft me wel beangstigd. Het is alsof je naar een gekke film aan het kijken bent. Naast het grote Parool-interview met Iris, verscheen er dit weekend toevallig ook een groot vrouw-interview met Ellen ten Damme. Zij verduidelijkt nog één keer waarom ze naar buiten is gekomen met haar verhaal over Ali. Ik besloot de uitzending van Boos af te wachten. Daarna dacht ik herken dit, ik wil die meiden helpen. Eigenlijk wilde ze dat niet in de media vertellen, aldus Ellen. Ze deed het toch, in de geknipte gast van Özkan Akyol. Er werd naar van alles gevraagd, ook naar mijn ervaringen met grensoverschrijdend gedrag in de mediawereld. Dat was van tevoren niet afgesproken, dus ik stond met mijn mond vol tanden. Ik heb zelfs de opname gestopt en wilde weglopen. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Dit is wel het momentum om bepaald gedrag een halt toe te roepen.